Een plechtig moment op het stadhuis vanmiddag. Antwerps burgemeester Bart de Wever en burgemeester van Rotterdam Ahmed Abou Taleb ondertekenen een intentieverklaring. Ze willen samenwerken op verschillende domeinen. Antwerpen en Rotterdam hebben vaak gelijkaardige problemen. En misschien kan wat in Rotterdam werkt ook hier werken. Bart de Wever is vooral geïnteresseerd in het drugsbeleid van Rotterdam. Bijvoorbeeld op dit moment aan wat wij noemen. De mensen die, aan, aan wie alle hulpverlening verloren gaat, hè, dus waar alles op afketst, uh, repressie, hulpverlening op afketst, uh, daar heeft men in Rotterdam bepaalde oplossingen voor gevonden, waar ik op dit moment in Antwerpen aan, uh, aan het studeren ben. En dus zo kan je toch wel dingen van elkaar leren. Antwerpen en Rotterdam zijn ook concurrenten, vooral wat de haven betreft, maar ook daar willen beide steden meer gaan samenwerken. En de Nederlanders kijken ook met veel belangstelling naar de ontwikkeling van het eilandje. Uh, wij uh, kijken hier met, met uh, geweldige belangstelling naar hoe de oude haventerreinen in, in Antwerpen worden getransformeerd. Het geweldige museum, de oude cultuuras, zoals die in Antwerpen is, uh, is, uh, is ontworpen, uh, stelt echt tot, uh, uh, tot leer in. Uh, daar moeten we naar kunnen, naar kunnen kijken. Er was al een intentieverklaring voor culturele samenwerking, ook die werd vandaag hernieuwd.